Toeval bestaat niet, zeg ik altijd maar, lieve lichtwerker. En het is ook geen toeval dat jij dit berichtje, dit videoberichtje nu leest. Het berichtje gaat over het helderzien, dus als jij meer wil weten over het helderzien, blijf even hangen. Dit is geloof ik take 20 van dit filmpje. En elke keer stopt hij op minuut 236, 237 of 238. En ik heb even de getallen van de engelen erbij gepakt om te kijken wat voor persoonlijke boodschap dat nu is. Nou, genoeg daarover. Ik wilde jullie wat vertellen over het helder zien. En dat gaat allemaal over mijn nieuwste e-cursus die ik voor jullie lichtwerkers speciaal ontwikkeld heb. En ook als je geen lichtwerker bent, maar wel je helder zien wilt ontwikkelen, beter contact met je intuïtie, beter contact met je hogere zelf, dan is deze e-cursus wat voor jou. Nou, ik ga eerst een stukje voorgeschiedenis vertellen. En dan ga ik vertellen wat het precies inhoudt. Kijk, derde oogchakra bevindt zich hier. Dat weet denk ik bijna iedereen wel. Pijnappelklier bevindt zich in het midden van ons hoofd. Dat weet ook eigenlijk iedereen. En eigenlijk is die verbinding zorgt ervoor dat wij die beelden van liefde en licht kunnen ontvangen. En die beelden van liefde en licht die kunnen ons helpen overzien. Of ook kunnen voorzien. Hè? Dus bepaalde visioenen. En ik weet nog heel goed, en dat was eigenlijk de kickstart van mijn spirituele reis, was dat ik zag plotseling energie in mijn huis. En daar werd ik zo ontzettend bang van, dat ik 's nachts niet meer naar het toilet durfde. En tegelijkertijd was het ook een wake-up call, dat ik dacht, oké, fam. Het is nu tijd geworden om je spiritualiteit te gaan ontwikkelen. Nou, we zijn inmiddels 6 jaar verder en hier zit ik dan met de e-cursus. Ik vind het echt een mega vet onderwerp, dat helder zien. En dat heeft ook even geduurd voordat ik het zelf allemaal begreep. Eigenlijk zijn er een drietal dingen die er nu voor kunnen zorgen dat jij niet helder ziet. Dat is je voeding, karmische oorzaken uit vorige levens en oorzaken, angsten uit dit leven. En alle drie die angsten, die gaan we weghalen tijdens deze cursus. Zodat de weg vrij is voor jou. Nou, het kunnen helder zien, dat is een proces. En in het begin, toen ik mijn eerste pijnappelklieractivatie ontving, toen heb ik gemerkt dat mijn helder voelen heel sterk werd. En toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Nou, ten eerste durfde ik nog niet te helder zien. En ten tweede is het dus zo, een healing doet altijd zijn werk. En dat schoonmaken van die pijnappelklier, dat werkt dus op al je gaven. Of je nu helder voelend of helder weten, helder horend bent. Het werkt op die gaven die nu op dit moment bij jou het sterkst in ontwikkeling is. En het ruimt alle blokkades op het kunnen helder zien. Nou, dit helder zien is zo ontzettend spectaculair dat je natuurlijk dingen kunt voorzien. Dat is heel erg angstig. Maar het feit dat het zo spectaculair is, dat zorgt ervoor dat er heel veel misverstanden over ontstaan. Ik kan alvast een klein geheimtje onthullen. En dat kleine geheimtje is dat helder zien gebeurt als je er niet mee bezig bent. Dus dat is ook een van mijn grootste adviezen. Nou, waar gaat het nu allemaal over? Ik heb voor jullie heb ik een e-cursus ontwikkeld. En deze is in de week van 11 april. Op maandag 11 april krijgt iedereen, elke deelnemer van deze cursus, krijgt een e-book. 19 pagina's over het derde oog. Wat is het? Wat houdt het nu in? En tegelijkertijd kan je al een beetje voelen, hey, volgens mij zie ik daarom nu nog niet helder. Op dinsdagavond om 8 uur ga ik de healing geven in webinarvorm. Als jij dinsdagavond niet om 8 uur kan, dan kun je misschien wel, hoop ik, woensdagochtend 10 uur. Dus dat is even de vraag die je jezelf mag stellen. Dinsdag 12 april om 8 uur 's avonds of woensdag 13 april om 10 uur 's ochtends. Dan krijg je van mij live de healing. Hier wordt geen opname van gemaakt. Er kan van alles gebeuren. Alleen maar positief, kleuren zien, lichtjes zien, kloppend gevoel. Jouw derde oog is dan open en klaar voor het ontvangen van liefde en licht. Maar vooral je bewustzijn. Wat weerhoudt mij ervan van het helder zien? Ik heb alles opgeschreven, gebundeld in het e-book. Zodat jij precies het helder zien verder kan ontwikkelen. Want dat is ook hoe het werkt. Je ontwikkelt het, net zoals je spirituele gaven. Maar
alles opruimen, dat gaan we sowieso doen. Dus dat staat je niet meer in de weg. Goed. Op donderdagochtend is er nog een Q&A webinar. Een vraag en antwoord webinar. Hierin ga ik alle vragen beantwoorden. En dat niet alleen. Ik ga ook nog wat leuke extra's doen. Dat ga ik nog niet verklappen. En hiervan is wel een opname. Dus belangrijk is eigenlijk even in de week van 11 april. Kun jij dinsdagavond om 8 uur of woensdagochtend om 10 uur. Dat is even belangrijk. Wees er live bij. Nou, deze e-cursus is helemaal volledig en volwaardig. En vertegenwoordigt een waarde van over de 100 euro. Ik heb deze editie. Is, meen ik, 68 euro. Ja, 68 euro. En vandaag heb ik weer even een live 1-op-1 healing mogen geven. Een derde ooghealing. En ja, dat was weer heel erg prachtig. De inzichten die daaruit kwamen. En, want dat is hoe het werkt, hè, lieve mensen. Op het moment dat wij begrijpen waarom wij blokkades opwerpen. Die ervoor zorgen dat wij niet kunnen helder zien. Ja, dan kun je het ook toelaten. Als je weet wat die blokkades zijn. En eigenlijk doet zo'n derde ooghealing doet nog zoveel meer dan alleen je pijnappelklier activeren. Het is je helder kanaal schoonmaken. En je contact met je intuïtie wordt vele malen sterker. Al je heldere kanalen worden geüpdate. En ja, het wordt steeds gemakkelijker om het contact met engelen, gidsen, je hogere zelf, het universum. En jij weet, voelt, hoort ook beter of ziet beter wat jouw te bewandelen pad is. Eigenlijk alleen maar een win-win-win-win-win situatie. Ik zou zeggen, ben je geïnteresseerd? Ik geef je dan op. We zijn al met 8 mensen. En dat is ook zo gaaf, hè? Het is een online healing. En we zijn dan dus met een aantal mensen tegelijk bezig. En dan komt er zoveel energie vrij. Dus het gaat nu hartstikke mooi worden. En als je nog vragen hebt, je kunt alles nalezen op de webpagina. Je kunt dit filmpje nog een keer bekijken. En als je nog vragen hebt, kun je me ook altijd mailen. Nou, ben jij erbij in de week van 11 april? Lijkt me super gaaf.